Peugeot. Ik vind de Peugeot 305 wel leuk. 305, die oude Peugeots, die zie je in Marokko nog heel veel rijden. Het kan je niet voorstellen dat die dingen nog vooruit komen op de weg. Vol met roestplekken, dus er hangt wel een zekere romantiek omheen. Het is verboden voor bromfietsen. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind bromfietsen, scooters... Oké, hallo. Ik vind bromfietsen, scooters op het fietspad vind ik verschrikkelijk. En ik vind ze op de weg ook verschrikkelijk. Ze gaan te hard voor het fietspad en te langzaam voor de autoweg. Voor mij als autorijder is de kopzorg erbij. Ik moet zeggen dat ik dat niet weet, want ik heb eigenlijk nooit zo goed gekeken naar dat mythologische figuur. Het ziet eruit als een zwinker of een tijger of een leeuw. Wat ik wel weet is dat ik de auto heb gekocht om te kunnen trouwen. Want toen ik mijn vrouw leerde kennen, gingen we trouwplannen maken. Ik had nog geen auto en ik dacht, ja, ik moet toch wel in een mooie auto mijn bruid ophalen. En Bram Bakker, de psychiater, verkocht zijn Saab. En toen heb ik toegeslagen en heb ik deze mythologische figuur gekocht om mijn vrouw op te halen en een goede indruk achter te laten bij de schoonfamilie. Het is gelukt. Ja, dat boek van Stephen King, Christine, heb ik gelezen als puber. Ik vond het geweldig. Ik vond het ook bloedstollend eng. En het moet ook een grote Amerikaanse wagen zijn geweest. Een Chevrolet, geen Buick, dat is geen Stephen King wagen. Ook geen Lincoln, want een Lincoln is een chique wagen. Past ook niet in de wereld van Stephen King. Ik denk een Chevrolet. Een Plymouth, ja. Ja, Plymouth, ja. Past ook heel goed bij Stephen King. Auto's komen wel voor in literatuur, maar als middelen van vervoer. Niet als onderwerp. De fiets heeft een veel hogere status in de literatuur. Maar er zijn wel een aantal boeken waarin de rol een hele voorname, prominente, sinistere rol heeft. En een van de belangrijkste boeken is het boek Crash van de science fiction schrijver Ballard. En Crash gaat over mensen die crashen, letterlijk in het verkeer crashen, verkeersongelukken forceren met hun wagen, omdat hun dat seksueel opwindt. Dus daar zit die dood, erotiek en het stalen ros, die thematiek. Die zwarte thematiek van de dood en het ongeluk en de auto zit daarin. Algemene periodieke keuring. Ik rijd in Marokko, waar ik deel van het jaar woon, een Hyundai Santa Fe. En ik heb daar 10.000 kilometers geweldig mee gereden. Totdat hij me op de weg van Marrakesh naar Casablanca in de steek liet. En wat bleek, naar die versnellingsbak was kapot gegaan. En dat heeft een verschrikkelijk probleem opgeleverd. Ik heb weken, maanden met die Santa Fe rondgereden. Van garage naar monteur en weer terug om die versnellingsbak op te lossen. En ik heb toen meegemaakt hoe frustrerend het kan zijn als je auto niet doet wat hij moet doen. Als je auto niet lekker rijdt. Het was verschrikkelijk. En ik hoop het ook nooit meer zo mee te maken. Een kapotte versnellingsbak. Wauw, wat een mooie uitspraak. Dat moet wel Volvo zijn, denk ik. Een van de Volvo-man. Ik heb het gevoel, als ik rijd veel kilometers, 30.000 kilometer per jaar. En op de snelweg word ik het meest ingehaald door Audi's en Volvo's. En misschien nog net iets vaker door Volvo's. Valt me heel erg op, vooral de Volvo V70. Pfoe, daar gaat hij weer. Dan denk ik, jeetje mina, waar moet je naartoe? Van die keurige jongens die de lease bakken. En een Volvo V70 heb ik altijd... Dat is nou de volgende auto waar ik in moet rijden. Want die blijft ook lang nadat ik hem heb gekocht. Blijft hij lekker soepel en goed doorrijden. Ik kan er al mijn boeken in gooien. Ik kan hem in naar lezingen en optredens. Dus ik associeer de uitspraak vooral met die V70. SUV betekent Sports Utility Vehicle. En staat voor die wat wij dan noemen een four-wheel drive, weet je wel, een lekkere hoge wagen.
En ik ben daar dol op. Ik rijd zelf in Marokko een SUV, de bergen, naar het strand, lekker ruig, offroad. Heerlijk, want je hebt het is veilig, het is hoog. Je hebt wat vermogen en je kan er overal mee naartoe. Heel erg leuk. En mijn droom SUV is de Mercedes M350. Dat is zo'n geweldige combinatie van wendbaarheid, kracht, luxe. Je kunt er overal mee naartoe rijden. The sky is the limit.